opdracht voor Lisse mag dan duidelijk zijn. Zelf winnen. Het betekent niet automatisch ook handhaving. Daarvoor is Lisse toch echt afhankelijk ook van de andere clubs onderin de tweede divisie. Het begin is niet goed met een heerlijke uithaal van Ayoub Ait Afkir. De ring was er ook van Fabri, de doelman van Jong Sparta. Sparta op de 11e plek in de tweede divisie met een paar bekende namen. Zo is er bijvoorbeeld Agge. Ragnar Agge. En die profiteert hier van een behoorlijke fout achterin bij Lisse. Wegkomen. Laat dat veel te makkelijk gebeuren. Maar Agge scoort uiteindelijk net niet. Eerder is zo'n spektakelstuk bij de wedstrijd in Rotterdam. Toen werd het 3-4. En hier is het bijna 1-0. Ja, bijna. Het schot nog wel wat. Boven van Niels Buis. De kans was groot. Maar hij werd ook op de grootste wijze op zeep geholpen. Lisse de laatste drie wedstrijden. Is daardoor zo diep in de problemen gekomen. Hier kijkt de scheidsrechter. Ziet dat er een voordeel wellicht in zit. Ja, zeker als hij de bal heeft. Ait Afkir. Uitstekende actie. Hoe is de voorzet? Oh, ja, die rolt voor zomaar voor de voeten van Buis. De bal lijkt hem wel te verdedigen. Maar alleen Buis schat hem gelukkig. En dan is het 1-0 voor Lisse. Sparta verkeerd werd ingeschat. Achter dan. En ik had hier gespeeld in de tweede helft. Wat een lekker balletje dan wel. Sparta probeert absoluut zijn sportieve plicht te doen. Maar de belangrijke eigenlijk vooral zijn voor Lisse. Eigenlijk alleen maar voor Lisse. Ait Afkir, de uitblinker bij de thuisploeg. Heeft het overzicht. De kop al is een paar meter. Ze zijn er om een 2-0 van te maken, maar benut worden ze ja, op 1 na niet. Zit intussen al in de extra tijd en komt daar dan toch nog de gelijkmaker. Daar is Agge weer, daar is Agge weer. Geweldig van de lijn gehaald. Van de Zwet doet dat heel goed. Zo eindigt het in 1-0 en moet Lisse afwachten.